Wat de... Hoe is dat een fout? Ik zorg alleen maar dat hij bijna vergast wordt, joh. Wat een onrecht. Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom terug bij een hele nieuwe aflevering van Inazuma 11 op de DS. Vorige aflevering hadden we gepraat met Nelly's vader, hij vertelde allemaal shit en nu is het Nelly die praat met Nelly's vader en ze vertelt allemaal shit. Let's go! I heard what you said, father. Was it like true? Did they put a chemical in the towns like water? Ik ben zijn naam vergeten. Ik ben zijn stem vergeten. Ik vergeet zo vaak stemmen van personages die niet veel praten. Het is zo scheidirritant. Ik kan me alleen maar voorstellen dat mensen die deze serie helemaal achter elkaar zouden kijken. Want ik bedoel, het zou een eer zijn als je dat zou doen, deze hele serie in één ruk achter elkaar kijken. Ik weet niet of je zo lang met mijn gezeik kan dealen, maar dankjewel voor de mensen die dat doen. Voor de mensen die misschien in de verre toekomst deze serie in één ruk achter elkaar kijken, geef een like. Maar ik verzin wel wat. Nelly, I don't want to you to get involved in this any more than you already have been. What would I do if anything happened to you? Father, do you expect me to, like, hide and watch the team from afar? Nelly, I'm sure they'll feel better knowing that you're safe too. I'm ordering you not to get involved. No, there are, like, things I can do to help. I can't just, like, sit and watch. After all, I am their manager. I have to help the, like, a football club, even if you order me not to. Nelly. En dan zien we daar Celia, of Celia, Sylvia, die aan het kijken is. What can I do to help? I don't have money, I am no good at getting information, but... Oh, maar, wat gaat ze doen? Dat gaan we zien. We gaan het zien, mensen. Want het is bijna tijd. Voor de Zeus match. The day before the Zeus match. Oh, spannend. We komen bijna bij de climax van deze game. We'll finally go up against Zeus tomorrow. This is our last day of practice. Let's train ourselves to the limit. Then head back to the club room when we're ready. Go to the club room. Okie dokie. Ik weet eigenlijk niet zozeer wat we nu kunnen doen om echt nog goed te trainen. Want ik bedoel, er zijn wel een paar plekken waar ik nog naartoe wil gaan om nog een klein beetje te trainen met mijn karakters. Maar ze zijn op een goed level. Alleen zijn er toch nog een paar karakters. Ik bedoel, ik heb Thomas uiteindelijk totaal niet gebruikt als keeper. Mark is gewoon een veel betere keeper dan Thomas. Maar toch, ik had hem graag willen gebruiken. Maar ik weet niet echt wat ik moet doen. Dat is een probleem. Ik had eigenlijk niet echt een goed idee van wat we zouden gaan doen in deze aflevering. Ik denk er zijn nog wel een paar plekken in Inazuma Town waar wij op zich nog wel naartoe kunnen. Om nog een beetje te trainen. Of we kunnen nog naar de training facility gaan. Dat is misschien een leuk idee om nog eventjes de aflevering mee te vullen. Ja, laten we dat doen. Dan hebben we een beetje een filler aflevering waarbij we niet te veel praten in de game. Maar waar we een beetje gaan praten in... Gewoon hier zo praten. Leuk commentaar geven. Dus dat gaan we doen. Als je verwacht dat we progressie gaan maken in deze aflevering, gaat niet zo erg gebeuren. Dus laten we gaan even kijken of we iets kunnen vinden wat we kunnen doen. Voor de rest heb ik nog leuke verhaaltjes voor jullie. Zoals jullie je misschien wel herinneren, we gaan trouwens de defense course doen. Heb ik een tijdje geleden een Nintendo 2DS Creeper editie, Nintendo 2DS XL Creeper editie, gekocht. Die is alleen in Japan uitgekomen en het is dus ook een Japanse 2DS. En die wil ik gebruiken om Japanse games mee te spelen die niet in Europa uit zijn gekomen. Een van die games is natuurlijk Inazuma 11 Go Galaxy. Ik heb daar tijdje geleden nog een video over gemaakt over waarom is Inazuma 11 Go Galaxy nooit uitgekomen in Europa. En waarom komt hij waarschijnlijk nooit meer naar Europa?
Dus ik heb leuk nieuws voor jullie. Vandaag is mijn Creeper, of nou eigenlijk gisteren, maar vandaag is mijn Creeper 2DS XL. De 2DS XL eindelijk binnengekomen. Hij heet in het Japans de Nintendo 2DS, de Nintendo New 2DS LL Creeper Edition. En het is gewoon echt fantastisch. Ik vind het een mooi apparaatje. Hij ziet er echt heel nice uit in het echt. Oh god, wat is hij nice. Dit is gewoon Steve met roze haar. Dat wil ik gewoon even mededelen. Steve, what the fuck doe je? De Gay Pride is al weken geleden. Oké, daar gaan we dan. Maar, ik heb dus mijn 2DS binnen. Ik ben er van plan om eigenlijk achteraf, want ik gebruik hem nu meer dan ik in het begin had verwacht dat ik zou doen. Maar ik ben dus van plan om achteraf toch nog een kleine review ervan te maken. Want het is best wel een cool ding eigenlijk. Dus het lijkt me wel leuk om daar een review van te maken. Een beetje te praten over de games en zo. Een beetje te praten over mijn ervaring ermee. Ook, natuurlijk, het is een Creeper 2DS Edition. Dus er staat Minecraft op. Minecraft staat er al op voor geïnstalleerd. Ik heb de game niet fysiek, wat ik wel heel graag zou willen. Maar ik heb hem niet, dus ik heb Minecraft nu op mijn 2DS. En zoals jullie weten heb ik ook Minecraft op mijn Nintendo Switch. Dus als ik Portable Minecraft wil, dan ga ik niet op mijn Creeper 2DS spelen. Maar ik heb gisteren dus een beetje rond zitten kloten in Minecraft op de 2DS. En het werkt echt verrassend goed. Ik had niet verwacht dat op Minecraft port naar de 3DS zo goed zou werken. Maar naast dat gebruik ik mijn 2DS, mijn Creeper 2DS momenteel gewoon voornamelijk voor DS games. Want mijn 3DS games kunnen er niet in, want natuurlijk vanwege Reach and Lock. Maar games van de gewone DS die geen Reach and Lock hebben, die kunnen er wel gewoon in. Dus ik ben momenteel bezig om gewoon Super Mario 64 DS weer opnieuw te spelen op mijn Creeper DS. Het scherm is ook gewoon lekker groter natuurlijk, want het is een XL versie van de DS. Maar het scherm is ook lekker wat groter. Dus de game ziet er ook gewoon echt lekker mooi groot uit. Het is echt een verschil vergeleken met bijvoorbeeld een normale DS game, weet je wel. Als je hem op je normale DS speelt. En de Creeper 2DS XL is ook gewoon best wel pittig groot. Ja, het is een XL versie, maar ik had hem even naast mijn Switch gelegd als hij gewoon dichtgeklapt is. En man, dat ding is fucking groot vergeleken met de Switch. Ik bedoel, hij is kleiner dan de Switch natuurlijk. Maar hij komt echt in de buurt van de grootte van de Switch. Ik vond hem echt nog wel groot vergeleken met de Switch. Dus dat zijn een beetje mijn ervaringen mee. Ik ga binnenkort even lekker, gezellig, Inazuma 11 Go Galaxy kopen. Ik heb hem al gevonden op een Europese website, gelukkig. Dan hoef ik hem niet per se te importeren. Maar ik ga hem dus lekker kopen. De Japanse versie van Inazuma 11 Galaxy, Go Galaxy. En dan ga ik die lekker spelen op mijn Nintendo 2DS Creeper Edition. En daar kijk ik heel erg naar uit. Dus ja, ik ben er blij mee om uiteindelijk gewoon toch deze 3DS bij me te hebben. Ik moet ook nog wat invoerrechten betalen, wat wel heel erg kut is. Omdat het boven de 100 euro is. Als je een ding boven de 100 euro importeert naar Nederland vanuit het buitenland. Dan moet je er best nog wel wat bovenop betalen. Dus mijn tip is, als je dingen bestelt uit het buitenland, zorg dat ze onder de 100 blijven. Als het 99 euro is, dan betaal je er niks over. Ik heb pas geleden op dezelfde website waar ik deze Creeper 2DS heb gekocht, heb ik ook nog eens een hele coole Nintendo Switch controller gekocht. Ik heb namelijk voor 25 euro die GameCube-stijl Switch controller gekocht. En dat is echt fucking cool. Ik bedoel, sowieso, het is voor 25 euro basically gewoon een nieuwe Nintendo Switch Pro controller. Het is dus eigenlijk gewoon een Nintendo Switch controller in de vorm van een GameCube met alle knoppen. Dus het werkt met alle games. Je hebt geen gezeik met dat je minder knop hebt of zo. Het is gewoon awesome. Het is echt gewoon awesome. Ik ben er heel erg blij mee dat ik hem heb gekocht. Nou wacht ik natuurlijk nog af totdat ik hem uiteindelijk binnen heb. Hij komt pas eind oktober uit. Ik heb de Zelda editie gekocht, want Zelda is ten eerste awesome. En dan is de controller zwart. En al mijn GameCube controllers zijn zwart, want ik heb namelijk een zwarte GameCube. Dus dat is een ding. Ik heb nou een mooie zwarte GameCube Switch controller. Ik heb een mooie extra controller nu. En de GameCube controller zit over het algemeen gewoon super lekker. Dus dat is gewoon echt heel erg handig. Hoef ik niet speciaal een adapter te kopen om Smash te spelen met de GameCube controller. Want ik heb al gewoon een draadloze Switch GameCube controller. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vraag me echt af hoe het voelt om Mario Odyssey met dat ding te spelen. Ik kan echt niet wachten tot ik dat ding binnen heb. Het gaat echt fantastisch worden.
Maar goed, dat was voor de rest mijn gaming collector shit. Nou, tenminste, ik heb nog wat dingetjes. Ik heb pas geleden, ik ben zoals jullie weten een game collector, heb ik een paar nieuwe gamepjes gekocht voor de Wii U en één nieuwe game voor de Wii. Ik heb namelijk Metroid Mother, of nee, niet Metroid Mother 3, dat bestaat niet. Nee, Matt, dat is geen ding dat bestaat. Nee, ik heb Metroid Other M. Het klinkt een beetje als Mother, want je hebt Other en M. Daarmee maak je Mother. Dus ik heb Metroid Mother gekocht. Dat is een Metroid game die niet zo heel veel mensen goed vinden. Ik heb nog nooit die game gespeeld, dus ik ga kijken wat het is en of het een beetje leuk is. Dus dat gaan we vanzelf wel zien of het een beetje te doen is. En ik heb nog een paar Wii U games gekocht. Ik heb namelijk ook Super Mario, nieuw Super Mario Bros. U gekocht. En ik heb Nintendo Land gekocht. Nintendo Land schijnt een hele leuke game te zijn voor de Wii U. Echt heel erg ondergewaardeerd, dus die heb ik nu lekker ook in bezit. En dat zijn weer nieuwe gamepjes die ik potentieel voor serie of voor stream ga spelen. Dus dat gaan we lekker doen. Gaan we nog een keertje zien. Ik ga binnenkort weer zo'n nieuwe stream doen. Waarbij ik gewoon, als ik weer eens een keertje tijd heb. Want ik heb binnenkort introductieweek van mijn volgende school. En dan moet ik daar naartoe. Dan ga ik lekker met mijn school introductieweek houden. Ja, dat gebeurt af en toe wel eens als je introductie hebt op school, hè. Dus ja, dat is een ding wat gaat gebeuren. En ik ben dus, ja, dat is een ding. Zoals ik al zei, wat gaat gebeuren? Ik val in herhaling, sorry. En ja, zodra ik dan weer eens een keertje tijd heb, wat waarschijnlijk in deze dagen weer gaat gebeuren. Binnenkort ga ik weer lekker streamen, want het streamen is gewoon heel leuk om te doen. Maar dan ga ik gewoon lekker voor jullie een paar Wii U games spelen of wat dan ook. We gaan het allemaal zien. En sowieso, ik ga ooit eens een keertje nieuw Super Mario Bros. U als serie doen. Ik ga alle nieuwe Super Mario Bros. Games een keer als serie doen. Er zijn nog zoveel series die ik wil doen en ik heb er nog zoveel om af te maken. Hey, we zijn al momenteel goed bezig met Inazuma 11. Die is bijna af. We komen ook heel erg langzamerhand dicht bij het eind van Super Smash Bros. Brawl. Ik ga binnenkort die serie ook weer opnemen hoor. Geen zorgen, kijkers van die serie. Ik heb gewoon een tijdje hem niet kunnen... Oh, Emperor Penguin number 2? What the fuck? Holy shit, ik wist niet dat je dat kon krijgen. Ik had echt geen idee. Ik ga dit heel even opslaan hoor, want dit is random generate. Zo, nu hebben we hem sowieso. What the fuck? Oh, nee, kut, dat is niet de bedoeling. Ik had geen idee dat je dat hier kon krijgen, joh. Holy shit. Even kijken, waar staan ze? Staan ze bij special moves? Even kijken, dan kan ik hem zeker aan dinges leren. Ja, oké, okay. Hij heeft al de Inazuma Break. Dus misschien is het niet handig om aan hem een move te leren zoals de Emperor Penguin. Die kan ik beter leren aan een personage die nog geen hele sterke move heeft. Maar Emperor Penguin number 2, joh. What the fuck? Oké, dat is echt heel erg goed. Aan wie zou ik hem... Ik kan hem aan Eric geven, want hij is een Grass-type speler. Dus dan krijgt hij een beetje een boost als het gaat om deze attack. En hij heeft ook nog eens een hele goede kick. Oh, daar ga ik eventjes goed over nadenken, hoor. Dat is echt, echt episch. Oké, dan. Weet je wat? Dat doen we gewoon. We gaan hem gewoon aan Eric leren. Oh, kut. Dat is niet de bedoeling. Ik ben gewoon gewend dat start het menu is van de oude Pokémon games. Even kijken. Waar staat inventory en dan special moves? We gaan hem gewoon aan Eric leren. Tenzij er nog andere personages zijn die nog een betere kick hebben dan Eric. Ik geloof het niet, hè. Nou ja, ik zou hem aan Kevin kunnen geven. Maar Kevin, die is minder goed als het gaat om kicken dan... Eric. Plus Eric die heeft nog niet zulke hele goede moves. Dan tenminste, ik weet niet. Gaat hij nog de Tri-Pegasus leren in deze game? Ik weet niet of hij dat nog doet, maar dat is een ding. Maar totdat hij dat ding leert, kan ik hem gewoon lekker dit leren. Of ik, nogmaals, ik kan hem ook gewoon Kevin leren. Want volgens mij leert hij... Nou ja, hij heeft al de Inazuma 1, maar... Ik weet niet. Oh, ik twijfel echt heel erg. Oh, moet ik hem nou aan Kevin of Eric leren? Ik denk dat toch echt wel aan Eric. Want ik weet niet of hij nog dinges leert, weet je wel? Weet je wat? Ik wacht toch nog eventjes met het leren van die move aan iemand. Dan kan ik nog gewoon eventjes uitzoeken of Eric daadwerkelijk nog binnenkort Tri-Pegasus leert. En dan leer ik hem wel aan Kevin. Maar ik zal het wel. Ik zal het wel zien. Maar dat is echt episch. Gewoon fucking Emperor Penguin number 2. Ik wist echt niet dat je dat ding kon krijgen. Maar goed, voor de rest heb ik nog leuke dingetjes te vertellen. Nou, jawel hoor. Ik ben de laatste tijd bezig met een nieuwe review.
voor een bepaalde hele oude game die ik toevallig zelf op mijn DS heb. Een game die ik een tijdje geleden weer opviste en dacht van, oh ja, dat bestaat. Dus ik dacht, ik ga daar een video van maken. Dat gaat dus over Suske en Wiske. Ik ga niet te veel spoilers geven. Maar dat deed me dus denken. Er is ook nog een andere stripboekserie die ik vroeger heel erg veel heb gelezen naast Suske en Wiske. Dat is Asterix en Obelix. En hoe heet het, als geschiedenisnerd die ik ben, las ik vroeger natuurlijk heel graag de Asterix en Obelix. Want dat was toch wel de tijd van de Romeinen, weet je wel. Dat was wel de tijd van, oh, Gallië voor de win. Ook al is Asterix en Obelix totaal niet accuraat als het gaat om geschiedenis. Een van de dingen die mij echt heel lang hebben geïrriteerd als het gaat om hoe accuraat Asterix en Obelix zijn met geschiedenis, dat is toch wel de Pax Romana. Er is een bepaald stripboek van Asterix en Obelix, waarbij ze de Pax Romana eventjes uitleggen, weet je wel. Dan hebben ze het over sommige Galliërs accepteren de Pax Romana en die gaan gewoon lekker met Rome meewerken. Pax Romana, dat was een periode van keizer Augustus. Augustus was de opvolger van Julius Caesar. En hoe heet het? Met het Pax Romana probeerden ze dus gewoon een beetje vriendjes te worden met de bezette gebieden. Met bijvoorbeeld de Galliërs of andere bezette gebieden van Rome. En dat was dus gewoon dat ze, hoe heet het? Dat de rust werd bewaard, weet je wel? Ik dacht dat dit het einde van de course was. Laat maar. Dat een beetje de rust werd bewaard. Het was gewoon van, oké, wij gaan gewoon samenwerken. Er is geen oorlog meer. We gaan een beetje helpen met de infrastructuur. We gaan een beetje politiek bij jullie brengen. Een beetje, weet je wel. Dat was het gewoon meer. Het was meer gewoon de Rome die langzamerhand eigenlijk de bezette gebieden een beetje Rominiseerde. Zo vind ik het grappig om te noemen. Ze pakten gewoon letterlijk een bezet land. En dat ging ze gewoon omvormen tot een soort van buitenlandse Romeinen, Rome, weet je wel. Dat was een beetje hun plan. Om te zorgen dat ze dus gewoon lekker makkelijk konden handelen en al die dingen met die bezette gebieden. Het ding is, in die Asterix en Obelix stripboek, dat was iets van Strijd der Galliërs of zoiets. Dat was een stripboek waarbij twee chiefs van twee dorpjes in Gallië. Oh, daar gaat mijn telefoon. Wat doe je nou? Er waren twee, natuurlijk in Asterix en Obelix heb je een bepaalde chief van het dorp, weet je wel. Geerto Ficorix of zoiets heet hij zo. Of ik weet niet hoe die gast heet. Hij heeft echt een hele moeilijke naam. Maar die gast is dus de chief. Dat is die dikke gast die altijd op dat schild wordt gedragen, weet je wel. Dat is de chief van het stadje van, of het dorp van Asterix en Obelix. En nou was het dus in dat boek, of in dat stripboek, was er plots zo van, hey, jij, Gallische chief van dit ene dorpje wat Pax Romana heeft geaccepteerd, jij gaat vechten met de chief van het dorp van Asterix en Obelix, zodat wij Romeinen dat dorp makkelijk over kunnen nemen. Dan was dat een hele regel van als de chief van het ene. Dat is trouwens helemaal niet accuraat voor de geschiedenis of zoiets hoor. Die regel heeft volgens mij niet bestaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat dat wel heeft bestaan, maar hoe heet het? Dan was het de ene chief die gaat dus met de andere chief vechten. Degene die wint, die wordt dus de baas over het dorpje van de verliezer. Nou, het ding is dus, de Pax Romana, zoals ik al zei, was ingevoerd door keizer Augustus. De persoon die Julius Caesar heeft opgevolgd. Raad eens wie er in de Asterix en Obelix stripboeken nog in leven is. Julius Caesar. Ik had dat toevallig. Kijk, zoals ik al zei, dat was in de tijden van de basisschool en zo. En op de basisschool kregen wij altijd gewoon geschiedenis over Egypte, Romeinen, Tweede Wereldoorlog. Dat was het kleine beetje geschiedenis wat wij kregen op de basisschool. What the fuck? Axel, je bent echt heel kut. Fuck jou. Oké, dan. Dat was een beetje geschiedenis wat wij kregen op de basisschool. En ik had dus toevallig geleerd al wat de Pax Romana was en wie hem had ingevoerd. Dus toen ging ik eens een keertje een Asterix en Obelixje lezen. Gewoon lekker chill, weet je wel. En ik zie opeens staan, terwijl het in een periode is waarbij Caesar gewoon nog leeft, de Galliërs die de Pax Romana hebben geaccepteerd, die leven dus ook gewoon als Romeinen. En ik irriteer me nog steeds het op de dag van vandaag aan dat ene zinnetje. Ja, zoals ik al zei, Asterix en Obelix is niet
Is niet accuraat aan de historie. Er was nooit een dorpje vroeger in Gallië, wat nu natuurlijk Frankrijk is, dat nog zich verzette tegen Rome. Er was nooit een toverdrank waardoor ze echt fucking sterk waren, weet je wel. Dus ik heb me daar altijd aan geïrriteerd. Ook al is Asterix en Obelix niet accuraat met de geschiedenis. Ik heb me daar altijd aan geïrriteerd. Voor de rest op de Pax Romana nog meer is dat ze Romeins recht krijgen en zo. En dat alle wetten tot stand kwamen van Rome in al die bezette gebieden. Dus het was, Pax Romana was echt een beetje het idee van oké, jullie worden gewoon Romein. Dit deel wat wij hebben bezet, dat wordt gewoon Rome. Dat was het gewoon meer, hè. Dus ja, hopelijk hebben jullie wat geleerd over Rome en de Pax Romana en over hoe Asterix en Obelix bullshit is. Als jullie dat interessant vonden, dan heb ik nog wel een leuk verhaaltje. Namelijk de oudste mop. Ik had een tijdje geleden in volgens mij de vorige video of een video daarvoor, had ik het over de eerste 1 april grap en de eerste 1 april. En in die video had ik verteld over hoe een beetje het eerste 1 april feest is ontstaan. Ik had het niet helemaal geweldig uitgelegd, want het was aan het eind van de video en zo. En ik kon niet echt goed in mijn notities meer. Ah, kut. Ik wil nog die andere plekken bekijken. Oh, man. Dit is niet leuk. Weet je wat ik vanaf nu eigenlijk moet doen? Het is een beetje cheaten, maar gewoon opslaan voordat ik een kamer in ga. Oké, dan. Ik ga eventjes iedereen healen en dan gaan we deze match spelen. Hebben we toch nog een beetje actie en match in deze video, weet je wel. In plaats van dat we om de zoveel afleveringen 1 grote match hebben. En dan is de komende aflevering waarbij we echt de grote match van dit hoofdstuk hebben, is natuurlijk de match tegen Zeus. Zeus Junior High. Een vriendin van mij gaat toevallig binnenkort naar Griekenland op vakantie. Dus dat is leuk. Ik weet niet wat je moet met de informatie, maar het is een ding. Dat bestaat. Even kijken. Ik zorg er even voor dat iedereen mooi geheeld is. Ik bedoel, nou ja, deze hebben maar echt 2 TP verloren of zoiets. Maar ik ga het toch eventjes aan ze geven, joh. Ik wil dat iedereen lekker in topvorm is. Dan geef ik ze ook nog allemaal eventjes FP. Dan gaan we even lekker een leuke kleine match spelen. Oké, dan gaan we dat doen. Ja, oké. Nee, dan. Oké, dan. Klik maar weg dan. Maar de oudste mop. Er waren een tijdje geleden een stel academici. Die hadden een lijst gemaakt van de oudste grappen. En hoe heet het? Ze hadden, hoe heet het? Een grap gevonden. Waarbij, het is echt een hele oude grap. Het is van een of andere cultuur. Uit de Mesopotamie, ik heb hier mijn notities bij, mijn Mesopotamische cultuur, was een soort gezegde, een Sumerisch gezegde, dat ik weet niet precies wat dat was, maar dat was volgens mij een van de volk, correct me if I'm wrong, maar dat was de grap als volgt. Iets wat sinds mensenheugenis nog nooit is gebeurd, een jonge vrouw liet geen scheet op de schoot van haar man. Dat was de grap. Het is een hele oude grap. En het is niet de beste grap, maar dat was dus de grap. Ik vind het wel leuk hoe ze toch in die tijden ook een beetje humor hadden als het gaat om scheten laten. Shit. Het is mooi. Ik ben trots op dat dit een ding is. Ik ben trots op de mensen van vroeger. Okidoki dan. Dan gaan we eventjes lekker eventjes spelen. Trouwens, ik had nog een tip gekregen van mijn buddy Paul Lucas. Een paar personages van mij, die staan per ongeluk. Ah, Trots staat nog op het veld. Dat is kut. Een paar van mijn personages, die staan per ongeluk in de verdediging. Daar heb ik nooit op gelet, dus die moet ik eventjes omdraaien met andere personages. Even kijken. Poison Fog. Dat kan wel misschien. Ja hoor. Geen zorgen, Cloak. Je hebt nog nooit actie gekregen in deze hele aflevering. Of in deze hele serie. Hoe is dat een fout? Ik zorg alleen maar dat hij bijna vergast wordt, joh. Wat een onrecht. We gaan heel eventjes dit veranderen dan meteen. Deze twee horen hier te staan. Want dit hier zo. Wat ik aannam is dat dit de spitsen zijn. Dit de middenvelders en dan dit de verdedigers. Maar ik had blijkbaar nooit opgemerkt dat deze twee posities verdedigers zijn. Dus dan staat hij er mooi nu bij. Even kijken, dan gooi ik jou hierbij. Ik bedoel, Eric, je bent geen verdediger, maar je staat er nu. Dus doe je ding. Even kijken. Wij gaan weer mijn beroemde tactiek doen om te winnen. En dat is, wij zetten alle personages gewoon neer op plekken, zodat
het wel geheid naar de gast van het doel moet komen. Hè? En dan kan ik lekker en heel erg makkelijk goaltjes scoren. Zo, hupsakeetje, jij daar. Jude, kom jij nog maar eventjes lekker hier zo staan? Ga jij eventjes naast Kevin staan? Zo, als het goed is, yep, daar gaan we. Zo. Het is zo cheap, maar het werkt gewoon. Even kijken hoor. Wat is ook weer goed tegen vuur? Volgens mij aarde, toch? Gaan we gewoon aarde doen. Het is echt zo'n cheap tactiek. Maar ik hoop echt dat er een paar mensen zijn die Inazuma Eleven ook altijd hebben gespeeld vroeger. En die dit opeens zien. En ze denken van, wauw. Die truc wist ik nooit. Dat is echt wat ik een beetje hoop. Dat er af en toe wat mensen zijn die deze serie kijken en dan iets zien waarvan ze denken, wow, ik wist niet dat dat een ding was. Dat is cool. Weet je, tijdens deze serie heb ik ook een paar dingen ontdekt waarvan ik niet wist dat het een ding was. Ik bedoel, ik wist niet dat Eric Eagle speelbaar was in deze game. Ik had geen idee, maar het is een ding. Oké, dan gaan we even lekker verder. Ik vind ook, weet je wat ik ook echt leuk vind aan deze game? De training facility wordt ook steeds moeilijker hoe verder je komt in de game, weet je wel. Er komen steeds sterkere spelers door de game heen als fighter, weet je. Ik bedoel, nou hebben we natuurlijk de Murdoch Brothers, die nu natuurlijk spelen. Die hebben sterke schoten, je hebt een sterkere keeper en zo. En daardoor wordt de training steeds intensiever en dat werkt echt heel erg goed. Want dan worden wij steeds sterker en sterker als we ze verslaan. Dus dat vind ik mooi, dat vind ik een mooie training. Blijft het niet te makkelijk, is het ook weer niet te moeilijk. Dus ja, dat had ik er meer over te zeggen. Weet je wat, waar ik een tijdje geleden aan moest denken? Iemand had mij een beetje verteld wat, hoe heet het de game? Hoe heet die game nou ook weer? Even denken hoor. Persona 5, dat was hem. Persona 5, dat is een of andere anime game die zich ook afspeelt op een high school. Dus je kan het al een beetje vergelijken met Inazuma Eleven. Dat het zich afspeelt op een high school en het is een anime en zo en al die dingen. Hoe heet het? Er zijn bepaalde elementen aan die game die ik best wel kon vergelijken met Inazuma Eleven. Je hebt bijvoorbeeld free time in die game. Of tenminste vrije tijd. En dat is een moment in de game waarbij je gewoon mag doen wat je wil. En dan over een bepaalde periode ga jij lekker gewoon weer verder met het verhaal. Dat is wat ik te horen gekregen. Ik heb die game nog niet gespeeld, maar dat is wat die vriend van mij me vertelde. Wat er is in dat spel, is dat er ook een bepaalde plek is waar je kan trainen. En een soort van dungeon-achtig gebeuren, een soort van toren of zoiets. Waar je dus jezelf kan trainen en sterker kan worden. En dat moet je door de hele game lang doen in je vrije tijd, anders versla je de final boss gewoon niet. Dan ben je gewoon niet sterk genoeg voor de final boss. Wat ik een beetje bullshit vind, want ik vind dat je gewoon met daadwerkelijk echte skill de final boss moet verslaan en niet echt vastzit aan een bepaalde manier van spelen. Maar dat vond ik een beetje vergelijkbaar met Inazuma Eleven, waarbij je natuurlijk tussen je vrije tijd door, ik bedoel, we zouden nu gewoon deze vrije tijd kunnen skippen en gewoon meteen naar de final boss kunnen gaan. Natuurlijk naar de Zeus game, weet je wel, en verder gaan met het verhaal. Maar momenteel zit ik hier gewoon te trainen, dus op die manier kan je dat een beetje vergelijken. En dan kan je je bedenken, is dat misschien een beetje afgeleid van deze game? Of heeft de Persona 5 dat van andere games? Dus dat vind ik wel mooi, hoe dat soort aspecten van gaming toch in meerdere soorten RPG's komen, weet je wel. Ik bedoel, elke RPG heeft wel iets van een training facility. Elke RPG heeft al een plek waar je tussendoor tijdens het verhaal kan trainen. Heeft random battles en dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet wat je moet met de informatie verder, maar... Maar kijker, je weet het nu wel. Oh, ik heb het gevoel dat... Hoe heet het? Deze match duurt wel heel erg lang. En de aflevering wordt daar ook heel erg lang door. En ik weet niet hoeveel mensen het interessant vinden om eventjes een keertje weer een langere aflevering te krijgen. Ik bedoel, de laatste tijd probeer ik echt mijn video's weer wat meer in te korten. Op verzoek van een aantal mensen die zeiden dat ze heel graag wat kortere video's wilden. Dus ik dacht van, nou oké, dan doen we een beetje een kortere video. En aangezien dit maar een beetje trainen is, letterlijk denk ik zo van, ah, fuck it, we doen dit gewoon een beetje met... We doen dit gewoon een beetje een wat langere video maken. Komt wel goed. Ik bedoel, als je al niet geïnteresseerd bent in deze video omdat die zo lang duurt, dan maakt het toch niet zoveel uit, omdat dit niet echt een video is die je
moet gezien hebben, weet je wel. We gaan geen groot verhaal ding nu bespreken in deze video. Er komt niks van een plot, dus ik ben juist blij dat de video's waarbij ik een beetje trainen en een beetje aan het aankutten ben, de langere video's zijn en de video's die daadwerkelijk belangrijk zijn voor jullie om te kijken, dat die wat korter zijn. Dus het is een beetje inside information. Ik vraag me wel af, de mensen die deze serie kijken, houden jullie van langere video's of kortere video's? Ikzelf, bij Let's Plays, vind langere video's fijner. Daarom hou ik nog steeds heel vaak mijn video's rond de 20, 25 minuten. Omdat je dan veel progressie maakt. Ik wil dat deze series, ik hou van deze serie en zo. Maar ik wil gewoon dat bepaalde series nou eventjes lekker snel opschieten. En dat die eventjes snel voorbij gaan, weet je wel. Want dan kan ik weer een nieuwe serie starten. Is gewoon heel, heel veel beter dan dat ik de hele tijd een nieuwe serie start. En dat de andere serie nog lang duurt. Enzovoort, enzovoort. Wat nu een beetje het geval is. Want ik ben nu hevig bezig om veel series af te sluiten. Zodat ik weer een paar series kan afmaken, weet je wel. Of zodat ik weer een paar series kan beginnen. Want er zijn een aantal gamepjes die ik heel graag wil beginnen. Zoals Mario Odyssey. Die wil ik heel graag met je boy Lucas gaan spelen. Net zoals Super Mario 64 DS. Dus, dat is een beetje een ding. Hoe heet het maar? Dus, maar over het algemeen probeer ik Let's Play video's toch wel wat langer te houden. Omdat ze dus... Omdat je dan veel progressie maakt, weet je wel. In een video zoals deze gebeurt er veel. Ga je lekker snel door de game en uiteindelijk kom je snel, redelijk snel bij de eindbaas. Dat is een beetje mijn doel. Alleen ja, niet iedereen vindt dat leuk. En dat kan je ook wel goed zien, want mijn grote video's, of tenminste de video's die ik wat meer edit, dat wilde ik trouwens niet doen. Ik wilde gewoon de wall doen. Maar mijn video's die ik meer edit, zoals mijn theorievideo's of we laten het hebben over video's. Daarvan kan je heel goed zien dat die... Hoe heet het? Oh, hij doet maar een kleine trap. What the fuck? Ik doe helemaal triple defense. Triple defense is blijkbaar ook sterker dan Mudging the Hand. Blijkbaar. Ik weet niet waarom, maar het is een ding. Oké, dan. Dat is gewoon bullshit, maar oké, goed. Het is een ding. Doe je ding, Mark. Triple defense is beter dan Mudging the Hand. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, maar mijn grotere video's, zoals theorievideo's en zo, dat zijn meestal video's die zijn wat korter, weet je wel. Die zijn rond de 15 minuten, omdat er veel editwerk ingaat en daardoor kan ik ze niet een half uur maken. En meestal heb ik mijn, script al af rond de 15 minuten. Dus je kan goed zien dat dat de video's zijn die de meeste mensen ook afkijken en die de meeste mensen ook meer kijken, weet je wel. Je kan dat heel goed zien, ook qua views... Vergeleken met deze serie en bijvoorbeeld de Laten We Het Hebben Over serie. Over het algemeen heeft de Laten We Het Hebben Over serie per video meer kijkers. In plaats van deze video's. Maar dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat deze video's wat meer regelmatiger uitkomen. Mijn grotere video's, die komen heel wat minder veel uit dan Let's Play video's. En soms zijn er ook nog wel eens dat ik probeer het altijd een beetje gelijk te houden van hoe vaak ze uitkomen. Maar heel vaak komen ze wat later online. Net zoals de video van die ik nu aan het maken ben. Die komt nu ook wat later online dan ik hem zou willen. Maar geen paniek mensen. Ik vind alles leuk. Het betekent niet omdat ik minder views krijg op deze video's dat ik ga stoppen met Let's Play video's maken. Nee, ik ga gewoon lekker doorgaan met Let's Play video's maken. Want ik vind Let's Play video's maken leuk. En ik hoop dat jij als kijker het leuk vindt om er naar te kijken. Want misschien vind je dat gezellig. Weet ik veel. Ik weet niet waarom je deze serie kijkt. Vind je voetbal wel leuk? Nee? Wat doe je dan ook hier? Dat is wel een ding met Inazuma Eleven. Het is echt de enige serie... voetbalgerelateerde serie die ik interessant vind. Ik heb niks met voetbal. En ik vind het zo vreemd dat ik Inazuma Eleven dan wel zo leuk vind. Ik ga trouwens de game een beetje versnellen. Want nou wordt de video wel echt heel erg lang. Dat is ook niet de bedoeling. Dus nou gaan we gewoon heel snel, weet je wel. Want er is geen manier meer hoe we kunnen verliezen, weet je wel. Hoe is dat een fout? We botsen alleen maar een beetje tegen elkaar aan. What the fuck? Dus game gaat wel heel wat sneller als je versnelt. Fulltime, hupsakee. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. Volgende aflevering. Ik ga tussen afleveringen misschien nog een beetje... Misschien nog een beetje trainen, maar volgende aflevering gaan wij waarschijnlijk met Zeus vechten. En dan komen wij bij het eind van deze serie. Dus een van de komende afleveringen is de finale. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Baba!